Leuk in de begeleiding vind ik oké. En automatisch kun je naar de begeleiding toe. En ik vind het leuk als veel mogelijk zelf kan doen. En dat ik zelf reizen kan met de bus. Eigenlijk naar mijn vader te gaan. En dan heb ik terug om jullie vragen hoe het is geweest. En als het goed is geweest, dan is alles goed en uit. Dan heb ik mijn zus, die heet Anja. En dan heb ik mijn broer, die heet Marcel. En dan heb ik nog twee neefjes en een nichtje nog. Ik zie dat ben ik best wel blij. En dan zegt mijn vader ook al van, dan moet je bij de begeleiding wezen. Ik kan er ook iets van doen. Nou, dan heb ik even het systeem gehad. Ja, dan gaat het wel weer goed. En nou de laatste tijd gaat het alleen maar bergopwaarts. Gaat het alleen maar steeds beter. Wat doen jullie er nu aan wat we zeggen, in die driehoek met verwanten meenemen. Elke verwant is ook weer verschillend, net als jouw cliënt is. Hè? Dus wat doen jullie er echt aan nu, vanuit je team, om die verbinding te zoeken? En wat ik zelf eigenlijk weer heb ontdekt, is dat was ik de hele tijd kwijt, gewoon dat samengevoel. En maar waar zit dat in? Ja, zit hem zit dat alleen in verschijnen? Nee, het zit hem ook in de communicatie. Ja. Gewoon, je kan het op een gegeven moment overal op aanspreken, zowel als het iets positiefs of negatiefs is, dan kun je gewoon rustig zeggen. En het voelt heel vertrouwd. Ja, en dat mooi. Zie je ook weer naar de cliënt toe, dat die... daar het zich ook prettig bij voelt en ook weet van wat ik zeg, dat het ook bij de begeleiding bekend is. Waar merk je het verschil nou in? Want daarvoor had hij ook een eigen appartement. Waar merk je nu aan van dat hij het baat heeft bij die structuur en duidelijkheid of zo? Hij is rustiger in zijn dingen, vind ik. Ook, dat is wel leuk om te horen. Ja, dat is mooi te horen. Ja. Ik merk ook heel zelf heel dat ik, als er iets niet duidelijk is, dat ik het ook bij jullie terecht kan. Ja, ja. Dat de communicatie heel goed is. Ja. Mooi. Ja. Open communicatie, meer feedback als team. En je hoort van een verwant van, ik merk dat ook, die communicatie en het vertrouwen. Om die verbinding ook echt te zoeken met verwant. Want we zeggen net van, de communicatie is er, de verscheidenheid is er. Maar we weten ook van elkaar waar je elkaar kunt op aanspreken. En dat voelt al veilig, dat doen we ook meer. Dus er komt meer rust en maar ook ruimte. Maar wat doe je er nu aan bij verwanten actief? Maak altijd tijd vrij, als mensen even binnenkomen lopen. Ja. Dan even, en dat weten ze andersom ook. Hebben jullie nog iets? Nee? Of wel? Daar kun je gelijk over spreken en daar wordt ook gelijk wat mee gedaan. En dat is gewoon heel fijn. Dat is bij Waant ook een Hey Maria. Ik ben Maria en ik zou voorstellen dat mijn vader en moeder... Ouders die betrokken zijn en die wel heel wat hebben meegemaakt. Hè? Maar ik hoor ook dat ze zeggen van, wij kunnen dit team aanspreken en altijd goed afstemmen. Maria net al zei, ze heeft ook op de Klinten gewoond. Dan vond ik het niet leuk, want ik had ruzie met een bewoner. Als er moeilijkheden zijn of zo, want dat is ongetwijfeld wel eens een keer zo geweest, maar we komen er altijd uit en het gaat prima. Toen ik alleen woonde. Ja. Dat was dat heel... ging niet. Ik kom mezelf niet meer aan. En ze belde me soms midden in de nacht op. En dan was ze echt benauwd en het ging helemaal niet goed. En hoe gaat het nu? Goed. Keurig. Ik wil mijn boodschappen doen met mijn ouders. Winkelen. Elke zaterdag. Elke zaterdag. Ja. Eigenlijk zie ik mijn vader, mijn moeder die zie ik, elke drie keer in de week. Ze heeft een behoorlijke grote vrijheid en ze geeft mij plezier naar haar werk. En er wordt eigenlijk aan alle kanten niet om haar dacht dat ze... Je ziet het op deze locatie, hè? Je hoort het uit het verhaal, mensen zeggen er is rust, er is duidelijkheid, we kunnen van elkaar op aan, we kunnen elkaar aanspreken. Dat je ziet dat in de medewerkers tevredenheidsonderzoek dat de werkdruk zakt. Dus terwijl we het eigenlijk met minder mensen moeten doen. Ja. Het mooie is, dit team gaat nu lopen en we hebben dit een jaar ook al zo onder de vingers gekregen. Dus je merkt van het is een proces, het gaat uitbetalen. Ik krijg ook steeds minder werk van dit team. We doen het gewoon, weet je. Ja. En als je verbinding hebt, en dat voel ik hier vandaag, en vertrouwen, dan krijg je pas die driehoek en dan ben je dus ook op elkaar gericht zo. Ja. Ja, dat is het hele gegeven. Ja.